Hoog tijd om de jury aan u voor te stellen. Dames en heren, Kamerlid voor de VVD, Fort van Oosten. Nou, kan ik me wel eens voorstellen dat u bang bent of gezonde wedstrijdspanning heeft voor een vlijmscherp Kamerdebat. Maar dit is wel bijzonder wat u gaat doen, hè? Heel bijzonder. En ik heb een week geleden heb ik Jan Anthony gesproken. Want ik heb even YouTube-filmpjes nagekeken van, goh, wat is dat eigenlijk, die politieke junkies? Wat kan ik verwachten? En toen zag ik Jan Anthony is geweest. Ik denk, nou ja, dan durf. Senator voor de VVD, schrijver van het verkiezingsprogramma. Durf ik ook te gaan. En hij vertelt me, ja, je moet met name letten op de sokkencombinatie. Gaf hij mij als tip. En verder is het natuurlijk gewoon ontzettend spannend. Maar ook wel een eer om hier te mogen zijn. En bijzonder om uiteindelijk ook een keer journalisten te mogen recenseren. Is het met één van deze drie waarvan u zegt, god, dat is mooi, want daar heb ik nog een rekening mee open te staan? Nee, zo hardvochtig ben ik niet. Als je bezig moet zijn met wat, wie, wanneer over jou heeft gezegd. Of helemaal niet over jou heeft willen zeggen. Dat doen journalisten namelijk ook nog wel eens. Ja, echt waar? Dan heb je een zwaar leven, zou ik menen. Dus jij stelt dat er journalisten zijn die eigenlijk inhoudelijk wel over jou zouden moeten schrijven. Maar persoonlijk zeg, dat doe ik gewoon niet. Ik zeg net, ik ben zo hardvochtig niet. Maar ik heb wel eens het gevoel. Gevoel. Dat het. En wat in deze campagne veel belangrijker is dan de feiten. Dat is, laten we dat. Meneer Van Oosten, even het volgende. Het interessante is, afgelopen weekend waren er maar liefst 6 partijen die hadden een partijcongres. En dat is eigenlijk gewoon ook daarmee de officiële start van de campagne geweest. En op zo'n congres wordt natuurlijk de lijsten vastgesteld, verkiezingsprogramma, speech van de leider. Daar gaan we vanavond nog veel over horen ook. Maar het is ook een belangrijk moment omdat je als Kamerlid, of überhaupt als politicus, een beetje weet waar je staat. En dat heeft alles te maken met de positie die je krijgt in de zaal. Toch? Ja. We kijken 2 fotootjes, kijk mee, op het groot scherm. Nou, hier zien we het PvdA-congres. Hier VVD. En u ziet natuurlijk onmiddellijk daarnaast, mevrouw. Eentje terug. Juist, kijk, je ziet daarnaast Melanie Schultz van Hagen, naast Rutte, mevrouw Hennis, Halbe Zijlstra. Op de tweede rij zie ik daar Klaas Dijkhoff zitten, zie ik daar Stef Blok zitten. Ton Elias zie ik daar trouwens ook nog zitten, maar goed. Over het algemeen zijn dit mensen, je weet hoe dichter je bij de lijsttrekker zit, hoe belangrijker je bent. En toen viel mijn permanent alerte redactie over het volgende. Een van die partijen was namelijk de SGP die een congres had. Let u goed op. Nou, let u. Ja, meneer Van Oosten, 1. U zit 2 plaatsen naast meneer Van der Staaij. 2 is, de 3 rijen achter u zijn volkomen leeg. En 3 is, u zingt niet mee met het gebed. Nou, dat laatste, ik voelde me wel wat betrapt inderdaad. Want ik heb de hele ochtend, ik ben partijwatcher bij de SGP. Goed gebruik is, maar u bent alle ingevoerd in de politiek. Dat ja, politieke partijen elkaars congressen bijwonen, bezoeken. En men vond mij wel geschikt voor de SGP. En dan word je daar inderdaad. Vanuit de VVD gezien, hè? Vanuit de VVD gezien. En dan word je inderdaad met alle EK'ers ontvangen. En ik mocht dus vooraan zitten. Maar ik had iets meer bedacht moeten zijn op het feit dat ik wel heel erg alleen vooraan zat. En dat wellicht in het beeld wat vreemd over zou kunnen komen. Het is zelden zo vaak gebeurd dat zoveel mensen mij hebben geattendeerd op het feit dat ik op televisie kwam. en überhaupt iets heb gedaan op televisie. Vond ik wel grappig? Ja, vond ik wel grappig. Ja. Ja, grappig met een paar knauwende, kouwe. Nou ja, laten we even dan toch even een klein sprongetje maken. Kijk, u heeft een carrière die er eigenlijk niet om ligt. Ik heb u natuurlijk zitten googlen. En u bent advocaat geweest. U hebt voor het ministerie als advocaat ook gewerkt. U heeft allemaal wetsvoorstellen gedaan. Maar het gedoe is eigenlijk altijd. Eigenlijk wordt je politieke carrière helemaal aan het begin bepaald. Bij de portefeuilleverdeling. En u bent jurist. Maar u was eigenlijk bij die portefeuilleverdeling helemaal in den beginnen, kabinet Rutte 2, werd u de derde woordvoerder justitie. Nou, ik heb altijd gezegd, ik ben justitiewoordvoerder. En u gaf al aan wat een fantastische initiatiefwet ik in dat kader heb. Dat fantastisch heeft u mij niet horen zeggen, dat heeft u er nu zelf. Nou, dat maak ik ervan. Dus ik kijk er niet zo op terug. Nee. Maar het is wel waar dat ik in het begin natuurlijk het soort justitieonderwerp heb mogen behandelen. Dan toch een klein beetje inhoudelijk. Wat minder aansprekend is. Tot zover de inhoud. Dit programma gaat niet over inhoud. Nee, het gaat mij om het volgende. Ik wil met u namelijk toe naar het volgende punt. Dan ineens door politieke verkwikkelijkheden, ontwikkelingen, ben je van derde woord voor de eerste. Dat had natuurlijk alles te maken met Opstelten en Teven die in één keer het pand moesten verlaten. Dan zijn uw kamergenoten, de heren Van der Steur en Dijkhoff, die gaan naar het kabinet. En pats, boem, halverwege de rit, eerste woordvoerder, Fort van Oosten. Nou ja, halverwege de rit, dan sta je daar en dan doe ik mijn werk zoals ik dat aan het begin ook heb gedaan. Maar met. Nou, nee. Jouw werk is er wezenlijk anders uit gaan zien nadat jij eerste woordvoerder werd.
Want ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, dan ben ik de eerste woord voor justitie. Man van inhoud. Volgens eigen zeggen van fantastische voorstellen zelfs. Die weet dan, dit is het moment. Belangrijke VVD-portefeuille, veiligheid, justitie. Nou gaan we ze echt over inhoud hebben. Maar kijk even mee waar het op uitdraaide. Ik heb het rapport gelezen. Natuurlijk ga ik het nog nader bestuderen. Maar ik stel in ieder geval wel vast dat de volle inzet gericht is op het aanpakken van criminelen en het veiliger maken van Nederland. Lieve help, hebt u dat eruit gehaald? Ja, dat heb ik eruit gehaald. En dat is ook niet zonder resultaat gebleken. Maar die commissie zegt het was echt een hele erg slechte deal. De betrokken minister Opstelt heeft in de nasleep dat ook helemaal verkeerd aangepakt. En nu zegt er worden boeven opgepakt. Ja, en er zijn ook boeven opgepakt. Bij niemand in dit huis is een heilig boontje op dat vlak. En wij zullen ook moeten voorkomen. Wij zullen echt moeten voorkomen. En dat is in ieder geval geldt ook voor mezelf. Dat we in een soort kramp schieten. En contact met het leden van het kabinet uit de weg zouden gaan. Omdat het alleen maar hier in deze zaal zou moeten plaatsvinden. Weet u wat ik denk dat er gebeurd kan zijn? Dat de minister bij wijze van spreken op weg naar dit vraaguur. Nog eens even door een van de leidinggevenden in die ambtelijke top is even bijgepraat. En dit en dit en dit en dit. Een soort deurgesprekje. Ja, sorry. Daar moet de minister lessen uittrekken dat hij dat niet zo kan accepteren. Maar wij kunnen toch ook niet accepteren dat het klaarblijkelijk zo kan zijn dat op het ministerie het zo kan zijn dat de ambtelijke top het toelaat. Dat op zo'n wijze, fragmentarisch, informatie over zo'n politiek brisant onderwerp aan een minister wordt kenbaar gemaakt. Wat de heer Teven gisteren heeft gezegd, zouden niet mijn woorden zijn geweest. Maar, en dan maak ik een bruggetje naar wat ik dadelijk in mijn vraag aan de minister en in mijn bijdrage aan de Kamer wil opbrengen. Wat ik wel snap, is de gedachte die erachter steekt. Namelijk dat voortdurend bij de VVD, en ik veronderstel ook bij de minister, en ik veronderstel eigenlijk bij ons allemaal, die belangen van de nabestaanden, die belangen van de slachtoffers, voortdurend voorop staan. Ik gaf in mijn interruptie of mijn debatje wat ik met de heer Pechtold zo net al aan, gaf ik al blijk dat ik ook een compliment wil uitdelen aan het kabinet zelf. En in het bijzonder aan de minister van Veiligheid en Justitie. Ja, in plaats van 2 jaar inhoud bent u 2 jaar corvée gaan doen. Het was wel hard werken. Ja. En mag ik opmerken, ik was in die zin nog gelukkig met het filmpje, want ik dacht, ik heb niet dezelfde das om. Ja. Maar toen bleek dat er nog een aantal filmpjes nakwamen, toen kwam toch deze das ook weer terug. Ja. Wij hadden ook opgelucht adem met de redactie toen we dat zagen. Maar even toch, meneer Van Oosten, het lijkt mij toch onwijs ingewikkeld. Laten we niet op de inhoud ingaan, maar het lijkt me gewoon een ingewikkeld iets. Er gaan 2 bewindspersonen van de VVD, die komen op allerlei manieren komen ze in de problemen. Dan 1 keer ben je eerste woordvoerder en ben je 2 jaar lang bezig. Toch elke keer op zijn minst uit te leggen wat de minister had moeten zeggen of had willen zeggen of bedoeld had te zeggen. Dat is iets anders dan vol op die inhoud kunnen gaan waar je zo verliefd op bent. Nou, ik denk dat het voor elke politicus geldt. Dat je, wanneer je in de politiek stapt, niet moet vergeten dat je een aantal rode draden probeert na te streven. Grote lijnen in die ik in mijn carrière probeer te bereiken als het gaat om de politiek. En dat ziet bijvoorbeeld op de initiatiefwetten. En daaromheen is het ook heel hard werken. Dat betekent dat je ook soms hele lastige debatten hebt te voeren. En daar waren dit een paar voorbeelden van. Die zijn overigens op de eigen manier ook alweer heel mooi om te doen. Je leert daar ook heel veel van. En ja, we gaan het nu. Wat heeft u ervan geleerd? Dat vind ik wel interessant, want we hebben er met open mond naar zitten kijken af en toe. Wat heeft u ervan geleerd? Nou, we gaan natuurlijk niet de diepte inhouden. Nee, maar... Oké. Ja, klein puntje, maar dan kom je net niet meer weg. Wat heb jij hiervan geleerd dan? Nou, onder meer, als het gaat om je eigen persoonlijke ontwikkeling, is het natuurlijk zo dat je ziet, we zitten hier te midden van een heleboel journalisten, wat een ongelooflijke hoeveelheid aandacht dan op een aantal onderwerpen en op mij als persoon dan afstevend in enkele minuten tijd. Bijvoorbeeld wat journalisten ook gewoon zijn te doen is wanneer je een rapport hebt, om het even welk rapport, dan wordt binnen 3 minuten gevraagd, wat vindt u ervan? En als je dan niet binnen 10 minuten zegt, ik vind er dit van, dan heb je geen mening. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus dat leer je, hoe je daarmee om moet gaan. Best ingewikkeld. Dus dat citaat waar de commissie Oosting de vloer aan veegt bij het ministerie, van u zegt u met de wetenschap van nu terugkijkend, zegt u, dat had ik anders moeten doen. Zomaar even een voorbeeld van. Te concreet was dit. Dat was te concreet en we zouden hier niet te diep de inhoud in duiken, daarom. Meneer Van Oosten, even belangrijk is even, als je dan zo'n avond, en dit is jouw avond, mag zeggen, ik ga de journalisten beoordelen. Wie ontspint nou voor deze zeer politiek geïnteresseerde mensen hier in de zaal het beste de politiek waar u dagelijks in zit? Waar gaat u op letten? Nou, ik ga op presentatie letten. Dat was de tip van Jan Anthony. Ik gaf al aan die sokkelcombinatie, maar dat gaat niet helemaal goed komen, zie ik nu al. Maar ik ga op de presentatie letten. Waarom? Omdat journalisten als geen ander natuurlijk zich ook realiseren dat beeldvorming, misschien een beetje charme af en toe of gelaatsuitdrukking, voor het halve werk kan betekenen. Dat is 1. Ik wil ook letten op, noem het even, eerlijkheid.
Ik begrijp, men heeft ook een debatje onder elkaar. Althans, iedereen krijgt de kans wat te vertellen en dan moet je elkaar laten uitpraten. Dus eerlijkheid ga ik opletten. En tenslotte natuurlijk ook niet onbelangrijk in de politiek, inhoud. Met andere woorden, herken ik mij in de analyse die wordt gecreëerd door de betrokken journalisten? Nou, dat tel ik allemaal bij elkaar op. En dan denk ik uiteindelijk, die gaat het worden. Dames en heren, onze jury, Fort van Oosten, dankjewel.